Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland. Voor zon is weinig ruimte. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En de temperaturen liggen vanochtend zo rond een graad of 5. In de middag komt er wel iets bij. Er waait een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. En uiteindelijk wordt het een graad of 7. Op een enkele plek 8 graden in de middag. Verder verandert er weinig, het blijft tamelijk grijs. De eerste kans is klein, blijft dus wel op de meeste plaatsen droog, maar voor zon is heel weinig ruimte. Komende nacht klaart het af en toe wat op, maar met de nadruk op af en toe en echt koud wordt het niet. Vanavond zakt de temperatuur naar een graad of 7 in de nacht naar een graad of 3. Dan gaan we naar morgen en dan zien we geleidelijk aan steeds meer ruimte voor de zon komen. Het gaat voorzichtig, maar het gaat wel gebeuren. De wind draait in de loop van de dag naar het oosten en de temperaturen liggen op 6 of 7 graden. De dagen daarna wordt het langzaam wat frisser. We merken het met name in de nachten, want dan kan het licht vriezen. Overdag is het dinsdag en woensdag een graad of 4 met flink wat zon. Donderdag komt er regen. De kans dat daar winterse neerslag bij zit, is heel klein. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.